is niet aan druk. Zijn het allemaal je eigen spelletjes? Ja. En waar? Heb voor niks geen spijt? Nee hoor. En wat verkopen jullie vooral? Pakketten en allemaal ja, rotzooi, dvd's en al. Dus... Oké. Ja, daar was het te groot voor, hè? En nee, hij is gebroken. We staan er al lang hoor, vanaf 7 uur. Zo, dat is lang. Maar wat opbouwen even. Alles verzameld, we zijn al heel de week bezig. Alle spulletjes aan het uitzoeken. En, 13 euro verdiend. En hoeveel cent? 20. En 20 cent. Oh, hij komt uit de zandbak. Dan moet hij weer gauw in, geloof ik. Zijn zand. Wat zullen we daar... Hoe zijn die mevrouw vragen als ze ervoor moet hebben? Dat is grappig, maar dat is mevrouw. Hoeveel hebben we? Vraag het maar aan deze man. Weet je wel? Ja, ik had gezegd 1 euro, zei je. En wat zei die? 1 euro, zei hij. 1 euro. Zullen we dat doen? Weet je het zeker? Moet je vragen of die mevrouw nog een zak heeft waar die in kan? Hebben jullie nog een zak? Koopt Jan uw eigen spulletjes? Meer een deel heb ik gehad. Is het geen emotionele waarde? Nee. Al mooie dingen verkocht? Rommel. De mooie dingen had ik niet meer zitten, natuurlijk. Hallo. Hallo. Zit jullie hier al lang? Ja, ik zit hier toch al sinds 6:30. Ja. Koud? Ja, dat ook. Maar ik heb al een aantal dingen verkocht, dus daar zit ik voor. Oké. Dat is tevreden van de dag? Ja hoor. Ja? Ja, een aantal dingen waarvan ik dacht, die raak ik nooit kwijt, die zijn juist al weggekocht. Dus. En dat, wat was dat? Ja, dat waren een aantal Japanse spulletjes. Dus dan zei je echt die dingen al van tevoren kent. Dan denk ik niet dat ik ze kwijt zou raken. Ja, oké. En nu zit je nog met dvd's. Ja, videobanden, dvd's, boeken. PC-spelletjes, Pokémon-kaarten, en dat is het wel. Ja. Niet zo emotioneel als wat je niet kwijt wou. Nee hoor, ik ben hier totaal niet meer emotioneel over. Nee. En, heb jij al wat gekocht? Nee. Nee? Niks leuks? Dat is niet leuk vandaag. Ik kom maar. Boeken aan. Sportschoenen. Verdomineetje. Verder weet ik het eigenlijk niet. Veel mee verdiend? Ja. Beetje. En is dat voor jou dan? Nee. Niet voor jou? Nee. Voor mama? Ja. Dan zit je op mama's schoot? Ons drie. Ja, een beetje. Op mama's schoot. Wat gaat mama doen met de centjes die ze nu verdient vandaag? Dat weet ik niet. En wat zegt mama zelf? Delen, denk ik, hè? Delen. Met de kinderen, nee, ja, er zit niks anders op. We zitten hier met z'n allen, dus ja. Ja. Is het koud? Ja, vanmorgen. Heel koud. Vanmorgen was het koud, maar nu niet zo. Oké. Jij zit er ook al een hele dag. Ja. Is het koud? Ja. Is wel leuk. Ja, dat wel. Je weet niet waarom dat je weg doet? Nee. Oké. Je hebt boeken? Ja. Je leest graag? Nee, eigenlijk niet. Ik kan niet lezen dus. Je kunt niet lezen? Nee. Oké. Ja, en daarom verkopen ze natuurlijk. Ja. Oké. Heb je al veel verkocht? Ja, was wel. Wat heb je al verkocht? Van alles.
Zijn er spulletjes waar je even zelf nog een relatie mee hebt? Nou, het zijn de spulletjes van mijn vader en moeder die naar het bejaardenhuis gegaan zijn. Oké. En heeft u daar, vindt u dat niet jammer dan om dat weg te doen? Ja, maar je kan niet alles bewaren. En wat was het mooiste stuk van vandaag? Een kapstok. Is al weg? Ja, die is weg. Kapstok van je ouders? Kapstok van de ouders, ja. Als wie ben jij gesminkt? Wat? Als wie ben jij gesminkt? Als een tijger. Ah!